Goedemorgen, middag of avond. Welkom terug bij een nieuwe XCOM-derdag. Het is weer de vijfde aflevering van onze XCOM 2 War of the Chosen Longplay. En we zijn daadwerkelijk voor het eerst een beetje vrijgelaten in deze game. Dus we kunnen nu een beetje doen, ja, alles wat ons hartje begeert. En wat mijn hartje begeert is meer liefde. En ik zie dat we een bond kunnen maken, dus het komt goed uit. Kijk, Lenny en Akeo zijn hier, weet ik veel, Pornhub aan het browsen of zo met z'n tweeën. Maar we kunnen ze bonden en dat is wel interessant, want we hebben Lenny die een ranger is, up close and personal. En Akeo met de bommen als een grenadier. En ik denk, die twee kunnen wel samen zijn. En als we dat doen, wat we gaan doen, confirm bond. Weet je wat, we doen er een poster bij. Oh mijn god, het is heerlijk fout. Lenny en Goku, de deadly duo. Weet je wat? Sure, ik ga hier niet te veel tijd op spenderen. Dus dit is onze propaganda. Ik hoop dat we dit terug gaan vinden in de game. Dus deze zitten erin. Lenny en Goku, dus Lenny en Akeo, zijn gebond. En dat wil zeggen dat ze een aantal bonussen kunnen krijgen als ze samen in het veld staan. Sterker nog, als ze meer samen spelen en vaker dingen samen doen, dan worden ze ook steeds hechter. Kunnen ze steeds vettere dingen doen. Maar dat is iets voor later, want ik weet niet eens of ik ze überhaupt in de volgende missie in kan zetten. I am still hard at work on the current research priority, Commander. Ja, nou, in de tussentijd, Tigan is bezig met de improved pistols. Dus dan hebben we straks betere pistolen, maar dat duurt nog 2 dagen. En tegelijkertijd wachten we op de Guerrilla Tactic. Tigan, je hebt net al gepraat. Hou je mond. We wachten op de Guerrilla Tactic School, die hier nog een aantal dagen gaat duren, voordat we daarmee aan de slag kunnen. Dus wat we in de tussentijd gaan doen, is gewoon scannen en hopelijk iets kunnen vinden. Oh god. Meer cutscenes. Meer chosen cutscenes. Let's go. Yo, deze chick zen. It would be so easy. Ja, dat blijkt. Psych! Good to see you, sister. Miscreants, restrain yourselves. Lest you be restrained. No, the three of us called upon together. Something has changed. Mocht het niet duidelijk zijn, dit zijn de Chosen. Het zijn er 3 en ze mogen elkaar ook niet echt, maar ze besluiten het samen op te nemen tegen ons. Sure. They have need of us once more. Sounds to me like they're afraid. You dare defile this place with your wretched tongue. Ik wil graag even onderstrepen dat dit dezelfde stem is als fucking Reinhardt uit Overwatch. Our children. Each of you possess our strength. Each of you possess our wisdom. Of all our creations, you are truly blessed. Your charge was a simple one. Ja, alsof we het dus nog niet moeilijk genoeg hadden, komen nu dus daar 3 Chosen bij. Zinan. Want de eerste confrontatie ging zo fantastisch vorige aflevering. Disappointed! Strongest. Sorry mevrouw, uw haar staat in de fik. Hey Chippy. Kom maar zitten. Niet op de muis gaan zitten. Chip. A greater battle lies ahead. Our time on this world draws to a close. Yet we need not abandon it completely at our departure. For one among you is surely ready. De grootste zwakte van de Advent is hun langdradigheid. One among you is worthy. Oh, het wordt een wedstrijdje. Roll credits. Oké, duidelijk. De Chosen zijn in het spel nu.
Commander, we've just made contact with a new faction of the Resistance known as the Reapers. En ja, de Reapers zijn nu onze vriendjes. But this is their headquarters. We can scan at this location now to start benefiting from our newfound cooperation. So this is the commander. Ja, oké, interessant. We hebben covert actions die we kunnen runnen. Covert actions runnen natuurlijk op de achtergrond. En dat is heel fijn om een aantal van onze rookies wat sneller aan een rang te helpen. Zonder daar dezelfde hele tijd voor te hoeven babysitten. Overigens in de base game zie je dat je een andere basis hebt. Maar nu werk je vanuit het Reapers HQ. En krijg je natuurlijk later ook de Templars en de Skirmishers erbij. Mox was een Skirmisher, maar rest in peace. Hij is meegenomen door Void Demon. De sniper chick. Ja, deze. De Dark Mai Komijn. Komijn, oké. Dit is haar territorium, dus dat zie je ook aan het feit dat de wereld een klein beetje fucked up is daar. Anyway, wat we kunnen doen in de tussentijd, we kunnen scannen voor een engineer of we gaan intel gainen. Ik heb genoeg intel, ik vind dat ik weinig supplies heb, dus ik neem echt elke missie aan die ons supplies geeft. En nee, we gaan de Black Site nog niet doen, daar zijn we simpelweg te zwak voor. Dus we scannen voor de engineer, let's go. Ik hoop dat we in de tussentijd een leuke missie krijgen, maar ook, en daar zijn we alweer, de Improved Pistols. Dat is mooi. Dus nu zijn onze snipers uitgerust met iets sterkere pistolen. Is altijd handig, want snipers kunnen natuurlijk ook werken als pure gunslingers. Overigens kunnen we voor hybrid materials gaan. Dat zou dan 1 dag duren. Oh ja, zeker. Dan gaan we voor 1 dag. Ik weet dat we hier missies hebben die we moeten doen voor de campaign om er doorheen te komen. Maar we gaan gewoon voor die research van de hybrid materials. Want gewoon een beetje sterker zijn, iets langer op het veld kunnen staan. Ja, graag. Meestal ga ik in deze game ook te hard in de campaign. Dat ik al de campaign dingen meteen doe. Maar dat wordt gewoon op een gegeven moment, dan loop je vast. En dan merk je gewoon van, maar nu ben ik te zwak om door te gaan. Dus beter wil ik nu eerst sterk worden. En hier zie je, we hebben die hybrid materials al binnen. Dus we kunnen een nanoskill vest maken. Wat oprecht wel handig is voor de wat zwakkere soldaten. Om ze even 1 HP balk extra te geven. Zullen we dan nu maar gewoon doorgaan met de campaign? The Advent officers appear to be similar. We snijden een Advent officer open. En zijn bloed is nog steeds vervangen met Fanta. Heerlijk. However, field reports indicate a more developed mental acuity, as the officers do provide tactical directives to the subordinate Advent forces. Ook heerlijk, die Fanta splash op je beeldscherm. Mijn Call of Duty sensors zeggen me dan dat ik bijna dood ga. Oké, daar is Tygon 2 dagen mee bezig, dat is helemaal prima. Ondertussen 3 dagen nog tot de Guerrilla Tactics School open is. Ik ben benieuwd of we dat halen voordat we een missie krijgen, want we hebben hier ook nog 4 dagen om te scannen. Ik verwacht een Guerrilla Ops, maar we gaan het zien. Oh nee, Tygon heeft het gewoon al geflikt, dus we krijgen weer een mooie cutscene. Central, Commander. Hi. Yes, I find the process to be far less disconcerting when the subject has already expired. The result, expired? Het is een fucking lichaam, geen peer. Best you see for yourself. My autopsy of the Advent captain has confirmed the existence of an implant. Similar in design to the unit I extracted from the commander. Ja, onze bekende USB 4.0 stick. What kind of differences? The data you see is being pulled directly from this Advent captain's implant. The sequence here is essentially you, commander. Ik ben Cyphers? Tactical information they were processing through your mind. As you can see, the data is nearly identical. Waar zie je dat, Tygon? We're using you against us. Yes, however, the Advent data shows signs of decay. Removing the commander from their network has likely caused significant damage. Network? Zoals ik het begrijp, was ik een soort van harde schijf of een soort van netwerkserver in het Advent algehele mind of zo. Ik heb geen idee hoe dat werkt, maar ze hebben mij nodig blijkbaar. In a stream of psionic energy. My working theory. Advent uses this network Facebook. To augment the tactical readiness of its troops, as well as disseminate orders from its central command. Observe. Hij leidt aan spasmus. Even in the subject's diminished condition, the implant continues to have an effect. A truly astonishing achievement. Or a weakness. Potentially. But I need direct access to their network to know for sure. I'm guessing that won't be easy. We'd need an active link. And that would mean hacking a live Advent officer. En hier krijgen we onze nieuwe opdracht. We moeten straks met de Skulljack die we gaan maken, zowaar een Advent officer gewoon hacken terwijl hij nog leeft. Leuk is, dat kilt hem wel.
Maar het is natuurlijk wel lastig om zo dichtbij te komen en onszelf zo in het vuur te gooien. Dus dit zijn onze opdrachten daarvoor. Construct the Proving Ground Facility, complete the Skulljack in the Proving Ground en dan vervolgens de Skulljack daadwerkelijk gebruiken. We hebben wat weinig engineers, dus ik wil graag die Proving Ground gaan bouwen, maar daar moeten we wel meer engineers voor hebben. In de tussentijd laten we Tigan, de Resistance Communications onderzoeken. Oh, oeps, ik ging iets te ver. Commander, if we're going to try to build this Skulljack that Tigan came up with, we're going to need a specialized facility. Oké, dus laten we een engineer gaan verzamelen, zodat we daadwerkelijk de Proving Ground kunnen bouwen. En in de tussentijd, de Guerrilla Tactics School is binnen. Hell yeah. Kijk onze, ik zie hier weinig tactiek, meer gewoon brute kracht. Maar hier kunnen we leuke dingen kopen met supplies. Even kijken, nieuwe combat tactics. Maar dit is dus, dit gaat ons niet lukken. We hebben niet eens 50 supplies om onze squad van 4 man naar 5 man te brengen. Dus dat is niet fraai. En al deze andere dingen, daar kunnen we letterlijk niks mee. We kunnen wel nieuwe soldaten in een bepaalde klasse trainen. En het leuke is, ik heb nieuwe soldaten toegevoegd. Je ziet ze hier al staan, maar ik zal ze even toch erbij pakken. Want het is wel zo leuk om even te laten zien wie er nieuw is in het team. Te beginnen met Jessica. Mijn vriendin, die wou er graag in. Dus bij deze, Jessica is de enige vrouw in heel het XCOM team. Hey, de wereld vergaat. Zoveel vrouwen kun je misschien niet krijgen. Maar bij deze, we hebben er eentje. Dat is al iets. Peter kon natuurlijk niet ontbreken. Dus Peter natuurlijk als de ultieme eindbaas heeft natuurlijk een mooie sigaar in zijn bek. Die zit erin. En dan hebben we onze kijkers die erin wouden. We hebben Sander, waarvan niemand. Ik bedoel, hij is al 3 jaar lang een kijker op Gamersnet en niemand weet hoe hij eruit ziet. Dus bij deze Sander, je hebt een helm opgekregen zodat niemand je identiteit ooit komt te weten. En natuurlijk Nick, vorige week nog stage gelopen op Gamersnet, maar nu onderdeel van het XCOM team. Ik probeerde hem zo jong mogelijk eruit te laten zien, maar XCOM heeft gewoon zoiets van, nah man, hij is een ruige soldaat. Bij deze, dus daar kunnen we er eentje van trainen. Dus laten we dan zeggen, Peter, we nemen je mee. Peter, jij wordt, wat hebben wij nodig? Ik denk dat het handig is om Peter sowieso als grenadier te doen, omdat ik een aantal van de grenadiers een andere klasse wil geven, omdat het gewoon beter bij hun persoonlijkheid past. Kijk, en dan zie je hem al gaan. Tenminste, ik geloof dat dat Peter is. Of is dat Peter? Anyway, ergens hier is Peter. Misschien zijn het er wel 3. En we hebben nog steeds die bond tussen Guido en mij die we zouden kunnen maken. Maar gezien Guido een ranger is en ik een sharpshooter, zijn we waarschijnlijk nooit dicht bij elkaar. Dus heb ik het idee dat dit geen goede bond zou zijn. En door. Door met scannen. Geef me die engineer. Oké. Bij deze. We hebben de engineer. Dus wat we kunnen doen is zo snel mogelijk doorbouwen. We gaan deze laten excaveren. Oh, we hebben natuurlijk nu ook weer een engineer vrij. Dus we kunnen gewoon 2 ruimtes tegelijkertijd vrijmaken. Zodat bijvoorbeeld hier een proving ground kan. En ergens anders weer iets anders wat ons weer verder helpt in de metagame. Zodoende. Dat is de vraag wat we nu gaan doen. Om de tijd te doden of om te scannen. Ik heb het idee dat wat ik ook aanklik straks, dat we gewoon meteen een missie krijgen. Wat wel handig is, over 3 dagen komt de supply erop. Wat wil zeggen dat ik gewoon wat gratis supplies krijg. En dat zou heel goed kunnen helpen. Ik wil gewoon dat 5e squad member erbij. Laat me dat alsjeblieft nog doen voordat het losgaat. Oké, daar gaan we. 150 supplies, dat is prima. Is hij tevreden? Assassin is er doorheen aan het praten, dus we weten niet of de commander tevreden is. Ik vind het prima. Kijk, en hier komt een beetje het Nemesis systeem erin. We hebben nu Chosens die daadwerkelijk hun eigen agenda aan het volgen zijn. Die zelf groter en sterker worden. En naarmate zij sterker worden, kunnen ze ons ook weer lastigvallen. Wat bijvoorbeeld wil zeggen dat hier nou Void Demon gooit Retribution erin. En dat wil zeggen dat we minder supplies gaan krijgen. Wat natuurlijk super fijn is, want ik heb fucking hard supplies nodig. Dit zijn de dark events die kunnen gebeuren. The aliens are on high alert. Make it harder for XCOM to catch them unaware. Dat is niet fraai, dan gaan ze ons sneller zien. Dat kan ik echt niet gebruiken. En iets anders wat ook zou kunnen is het scramblen van de Avengers radio signals. En dat wil zeggen dat alles veel langer duurt om te scannen. Geen groot fan. In de tussentijd kunnen we wel resistance orders uitgooien. Wat hierdoor kan. We hebben nog niet genoeg influence met Volk om daar een extra kaart in te zetten. Maar dit is een soort van, je zou bijna een soort van lootbox systeem kunnen zeggen. Met verschillende mods die je op je spel gooit. Dus we kunnen een extra resistance contact nemen. Of all resource reward from scanned rumors are doubled. Lijkt mij fijn om meer supplies te krijgen, meer engineers, whatever. Als het iets is waar we een beloning voor krijgen voor het scannen, geef me dat dubbel. We zitten vroeg in de game, we moeten even stock up on soldiers, supplies, intel, alles. In de tussentijd kunnen we covert action uitgooien. We kunnen op zoek gaan naar de Templars.
Dat is wel interessant. Maar daar hebben we ook een sergeant voor nodig. En die hebben we gewoon niet. Oké, dan gaan we kijken of we Mox kunnen redden. Vind ik eigenlijk wel een goeie. Het is letterlijk het enige wat we kunnen doen of New Orders. Maar ik denk dat het belangrijker is om Mox terug te gaan halen. Daarvoor moeten we 2 soldaten inzetten. Die soldaten gaan vervolgens wel sterker met elkaar bonden. En sterker nog, eentje krijgt extra mobility. Even kijken wie extra mobility verdient. Voor wie is het handig om dat te hebben? Ik denk voor Guido. Guido, jij kan als ranger wel wat meer stappen gebruiken in je beurt. En met wie ga je? Zullen we een rookie uitsturen? Zullen we gewoon eens even kijken wat er gebeurt als we Guido samen met Sander op pad sturen? Misschien, Sander ziet eruit als die guy die gewoon alle covert actions gaat doen en gewoon nooit in het veld komt. Maar ik ben benieuwd hoe die daar zelf op... Laat me weten in de comments als je vaker in de fray wil staan. Ik zeg alleen maar dat je wel sneller kan sterven. Oké, dus terwijl de covert action draait, gaan wij door naar een supply drop. Graag. Want dit zijn onze gratis supplies van de supply drop. 150, graag. Maar, natuurlijk. Zoals te verwachten, komt daar nu een missie voor. Met een cutscene. Our pleasure, Den Mother. Enjoy it while it lasts. Den Mother? Is dit een cult of wat? Our water purification. Massive signal coming from the Advent Network Tower. It's global. Sir, I think you want to see this. Uh-oh. Fellow citizens, for 20 years, the Advent Coalition has worked tirelessly. Hoe vertrouwt de maatschappij die gast? Hij ziet eruit als een of andere soort van drug-infused rocker uit de jaren 70. Stewardship. Our cities prosper. Our people flourish. And our world heals. And yet, among us, there are still those who would refuse to acknowledge the truth. Who are determined to see all that we have achieved. Multiple radar contacts. Ja, alsof we het nog niet moeilijk genoeg hadden, gooit Advent er nog eens even wat extra oppositie tegenaan. Your signal's breaking up. Ik weet niet tussen welke 2 van de kanalen ik moet zappen. They're right on top of you. Koop Netflix. New Avenger. Raise them again. We will ensure your continued safety and well-being throughout this crisis. Wat een pussies. Dat ze ook gewoon vanuit hun helicarriers schieten. Come these radical elements and usher in another 20 years of peace and prosperity. Oh nee, de cameraman is omgevallen. Stand a chance. Commander, we should get a squad ready to deploy. Oké. Geven ze die cameraman ook nog eens een keer een schop. Dun dun dun. Een nieuwe vijand. Mensen die mijn streams hebben gezien weten dat dit niet mijn favoriete vijanden zijn. Ik ben hier een heel team op kwijtgeraakt. Dit gaan we niet ignoren. Dit is een missie die we gewoon aan willen pakken. De Retaliation Strike. Willen we retaliëren. We bestrijden vuur met vuur. Dus deze supplies, sorry, we gaan door. We moeten mensen redden. Wat overigens wel een leuke missie is. Maar ik ben benieuwd hoe die gaat en wie we mee kunnen nemen. Nog steeds een squad van 4 man. We zien dat Wester er weer is. Hij heeft nog steeds een trauma te verwerken. Maar ik denk dat het wel slim is om hem en zijn granaten mee te nemen. Dragonova vind ik erg slim. Omdat we civilians moeten rescuen. Daar kan het heel fijn voor zijn om iemand te hebben die vanuit de schaduw werkt. We hebben hier Daniel. Die mee kan als specialist. Maar is Marcel vrij? Oh ja, Marcel is vrij. Hij is alleen een beetje vermoeid. Weet je wat, ik neem hem toch mee. Sorry Marcel, je moet er even doorheen poweren. Ik wil een medic erbij hebben. En Stooge kunnen we meenemen als rookie. Laten we even kijken of we iemand anders mee kunnen nemen. Laten we een andere rookie meenemen. Dus bijvoorbeeld, we nemen Nick een keer mee. Ik weet niet of het slim is om nu een rookie mee te nemen. Dat zou gigantisch fout kunnen gaan. Maar weet je wat, we proberen het gewoon hiermee. De missie is easy. Dus here we go. Dit wordt gewoon ons team. Oh shit, ik ben vergeten upgrades op wapens te gooien. Ah! Snel draai dit ding om. Ik ben vergeten. Shit. Oké. Ondanks het feit dat we compleet vergeten die wapen-upgrades erop te gooien, gaan we het hiermee toch proberen. Weet je, ik vind Wester er vet uitzien. Ik hoop dat hij niet te veel aan zijn trauma leidt. Hij had volgens mij OCD, dat hij gewoon af en toe random zijn beurt verspeelt omdat hij per se wil herladen, ook al is het niet nodig. Dat zou echt catastrofaal uit kunnen pakken, maar voor hetzelfde geld komt hij er overheen. Voor hetzelfde geld krijgt hij hier wel zelfvertrouwen van en verwerkt hij zijn trauma gewoon. One of those chosen? Niemand had gezegd dat er chosen bij waren.
Oh god, ik hoop niet dat het een nieuwe Chosen is. Oh ja, ik vergeet dat deze missie anders is van de base game. De personen die je redt kunnen nu daadwerkelijk terugschieten. En dat kan gigantisch goed uitpakken. Omdat ze soms zijn ze gewoon best wel goed bezig. Dus wat we moeten doen is, we moeten daar dichtbij komen. Dan zijn ze bevrijd en gaan ze door naar de volgende groep om ons te helpen. Dus in elk geval, Draganova die in de shadow zit, gaat voorop. Want zij is gewoon de perfecte scout. Kijk, we weten bijvoorbeeld daar dat vijanden nu zitten. Kan ik een remote start doen? Die... Oké, nee, dit is... Ik zou onszelf op kunnen blazen of de mensen die we moeten redden. Mooi. In dat geval, we moeten deze vijanden hier kapot zien te schieten. Dus zou ik ze triggeren? Ik kan ze natuurlijk gewoon triggeren. 79% kans zou een leuke opening zijn. En voor hetzelfde geld vinden ze ons niet. En dat zou fantastisch zijn. Weet je wat? Ballsy play, let's go. We hebben lang genoeg gewacht voor wat actie, dus hier. 4 damage. Daar doen we het voor. En ze is niet revealed. Fantastisch. Deze pot is nu getriggerd, maar ernstig verzwakt. We zien hier ook de Stunlancer. Een nieuwe vijand. Die ons daadwerkelijk kan stunnen. En dat moeten we niet hebben, dus die mag niet dichtbij komen. Maar zo te zien gaat die persoon op de civilians af. En dat vind ik eigenlijk, hoe lullig het ook klinkt, best wel prima. Oké, in de tussentijd... Wester kan bijvoorbeeld niet dichtbij genoeg komen om shots te gaan maken. Er is gewoon... Oh, wacht. Vanaf hier kan hij een shot maken. Ga in cover zitten. 28%. Oei, dat is naar. In dat geval kijken we even wat ons aller Nick kan. Hey Nick, welkom in XCOM 2. Wat kun je doen voor ons? Wat kun je voor ons betekenen? Je schoten zijn overal kut, je cover is overal kut. In dat geval... Stuur ik je gewoon een beetje vooruit. En zet ik je denk ik op Overwatch. Nee, wacht. Eerst andere halve beurten. Kijk, dit is beter. Marcel. Verzwakt, vermoeid, maakt niet uit. Kan een beter schot krijgen. 36%. Dan gun ik het Marcel. En Marcel... Oké, Marcel, je hebt me zo vaak teleurgesteld, maar dit was het 100% waard. In dat geval kan misschien ook Nick een beetje vooruit, of... Ik denk niet dat hij iets heeft aan een Overwatch, dus Nick gaat een stapje vooruit in de hoop dat hij straks wat mooie schoten kan maken. Wester? Ik denk dat het voor Wester hetzelfde geldt. Maar misschien een Overwatch. Als deze guy gaat lopen wat hij gaat doen, dan ja. Wester schiet door Draganova heen. Waarschijnlijk. Nee. Is het mis? Is het raak? Het is raak! Oh, wat lekker. Wester, je bent een baas. Nou, oké. Die guy is dood. Maar deze guy... Ik bedoel... Die Stunlancer is ook bijna neer. Commander, dit is prima. Want zij hebben nu ook een actie... Wacht, is daar een sectoid? Oké, dus nu mag de Resistance terugvechten. En de ene keer zijn ze enorm slecht. De andere keer zijn ze fantastisch. Dan kijken we even wat... Draganova kan doen. Als ze nou gewoon een tikkeltje dichterbij komt. Spotted enemy. Oké, ik wist niet dat dat ging gebeuren. Dat was dom. Oh, mag die lopen? Dat is niet aardig. Laten we niet dit ding opblazen. Laten we deze guy meteen out of the equation halen. Ja, dat is waarschijnlijk het slimste om te doen. Zodoende. Hij dropt loot. Dat is fijn. Die kunnen we zo wel even oppakken. En dan... Gaan we kijken of Nick misschien een mooie... Oké, niet in het vuur gaan staan. Nick, lay down some fire on this guy. Nee, niet... Het is niet fraai dat daar een explosief ding zit. 34% is heel weinig. Maar Nick, ik vertrouw in je. Rag hem neer. Oké. Oh, nee. Nick schiet die auto kapot, die nu gaat ontploffen, waar alle civilians staan. Ik moet ze deze beurt redden, anders blaas ik ze allemaal op. Oh god, nee. Oh, dit gaat zo fout. Oh, nee. En nee. Wester kan niks doen in zijn beurt, omdat hij fucking bang is. Oh, Marcel, please, maak nog zo'n enorm vette kill. Ik heb je nodig nu, Marcel.
Niet dat ding beschieten. 35%. Oh shit. Ja, weet je wat? Schiet maar gewoon. Ook mis. Oh shit! Oh, dit verneuk ik zo grandioos. Oh, dit gaat zo niet goed. De resistance activity, ja, die is er niet meer. De resistance is al uitgewiped. Deze guy. Oh my god. Wat ik wil doen, is ik wil de loot nog pakken. Dus serieus, Dragunova pakt de loot, rent er tussenuit en we blazen dit hele ding op met de sectoid erin. Prima. Dragunova gaat veilig staan. Oh, de laatste keer dat ik deze missie deed ging het zo grandioos goed en nu is het gewoon echt... Holy. In dat geval, Nick. Kom ook een stukje vooruit. Niet de veiligste plek, maar wel als we dit hele ding gewoon opblazen. Oh, hij heeft geen schot op de tank. Dat is niet fraai. Dan mag Marcel een stukje vooruit om het klusje te klaren. Of weet je wat, Wester? Okay. Oh nee, wacht. Nee, shit. Er is nog een civilian. Het zou fijn zijn als ik er eentje kan redden, toch? Oh my god. Dat is niet fraai. Oké, dan is niks een schot misschien toch zo slecht nog niet. Oh, oké, niks een schot is wel relatief slecht. Dit is niet fraai. Wester, probeer het dan maar. Oh shit. Oh my god, deze sectoid. Was dit allemaal een hele beurt? Nee, we hebben Marcel nog. Marcel. Oh god. Kijk, wij lopen geen schade op, maar we zijn deze missie wel enorm hard aan het botchen. 36%, Marcel, come on. Ja, kijk, Marcel doet het. Hij staat hier wel tussen de vlammenzee. Deze guy is bijna dood. Hij staat ook in de fik schijnbaar. Maar, ah. Oké, tuurlijk. We hadden hem gewoon met alles er al en al op kunnen blazen. Dit is niet goed. Oké, dus deze gasten zijn... Oh, oké. Door naar de volgende groep. Dit is nadat ik hun niet heb kunnen redden, want dit is allemaal inkom die we verspillen nu. Hier zitten meer soldaten tussen, dus daar ben ik wel over te spreken. Ja, ik doe een ballsy play. Ik gooi hem gewoon op de flank. Want als we dit doen... Kijk, dat helpt. Wester staat een beetje gevaarlijk nu. Maar het is prima. We moeten vooruit. We moeten deze hele beurt vergeten. Deze hele paar beurten. Gewoon vergeten dat het ooit is gebeurd. Verwerk dat trauma. En we gaan door naar de volgende. Hopelijk trigger ik niet te snel een pod. Dus wat we even doen is... herladen. En een beetje half steps doen. Ze komen langzaamaan zeker vooruit. Maar niet al te enthousiast. Dragunova herlaat en ik ga daarin Shadow zetten. Zodat ze 1 een heel stuk verder kan komen en 2 alvast een beetje kan scouten. Oké, daar zijn de vijanden. Dat is goed om te weten. Zij gaan natuurlijk schieten op de resistance. Oh my god, en ze gaan nog raak schieten ook. Dat is niet goed. Oh, en daar ook. Ja, dit gaat niet fraai. Ze killen er een heleboel. En ik geloof dat de missie ook kan falen als gewoon echt iedereen kapot is. We hebben nu 11 overlevenden. En waarvan we er minimaal 6 moeten redden. Kijk, dit is wat we moeten hebben. De resistance die gewoon hard gaat. Oké, ze rennen gewoon weg. Als de resistance zelf een aantal enemies op kunnen ruimen, zou dat echt fantastisch zijn. Ik heb het zien gebeuren. Het is mogelijk. Maar gezien we al een hele resistance unit zelf kapot hebben gemaakt, is het misschien wat lastiger. Gek genoeg heeft Wester nog niet herladen. Dus dat doen we nu. En dan mag hij vooruit. Dus laten we hem dan even veilig zetten. Hij rent half door het vuur heen. Zo is Wester dan ook alweer. Marcel heeft nog niet herladen. Dus dat moeten we ook even doen. En ik hoop eigenlijk wel dat we snel een pot kunnen triggeren. Wat? Emergency evac? Wat? Daar heb ik niet om gevraagd.
Maar oké. Okay. Misschien dat ik daar een foute toets indrukte. Volgens mij heb ik niet gevraagd om een evac. Maar bij deze is er wel een verlicht stukje grond. Schijnbaar. Alright. Iedereen is al laden en good to go. Dus laten we ze een beetje vooruit zetten, zodat we ze misschien triggeren. Want iedereen staat op zich ook wel in goede cover. Dus Nick mag een heel stuk vooruit. En dan hoop ik dat we ze triggeren. Maar het zou kunnen dat dat nog niet gebeurt. Het gebeurt nog niet. In dat geval kunnen we een mooie play gaan maken met Dragunova. Door haar een heel stuk vooruit te gooien. En hopen dat zij iets ziet. Als goed is haar detection radius ook iets groter. Maar dat valt vies tegen nu. Oké. Dan ben ik eigenlijk wel voorstander van om Dragunova gewoon echt een heel stuk dichterbij te zetten. En nog steeds zien ze haar niet. En wij hun niet. Oh. Nee, wacht. Zien ze haar nu wel? Of hoe werkt dit? Oké, ze komen nu dichterbij. Dat is goed. Maar ze mogen toch nog niet schieten? Ze mogen blijkbaar wel schieten, maar ze schieten mis. Dat vind ik dan prima. Maar dit is toch nog mijn beurt? Of? Oké, nu shit hit the fan. Maar het is toch nog mijn beurt? Ze mogen bewegen, maar niet schieten, toch? Oké. Wacht, hè? Is mijn beurt voorbij? Dat was overduidelijk mis. Bedankt, resistance. Remistance. Ejo. Kijk, dit is fijner. Deze gasten gewoon neerschieten, bijna, zodat wij ze af kunnen maken. Krijgen wij tenminste wel de XP. In dat geval gaan we vooruit en we gaan schieten, denk ik. Wester, pak die kill maar. 48%. Ik doe het ervoor. Kijk, dat is lekker. We hebben zijn granaten nog. Wat erg prettig is voor bepaalde vijanden. Laten we ze niet hoorden, maar wel gewoon een keer inzetten. Marcel. Waar ga jij naartoe in het leven? Waar zijn de vijanden? Er zitten hier een aantal. We kunnen geen flanks op ze maken. Maar ik ben wel voor de volledige cover hier. Dat jij gewoon de rechterflank pakt. 59% om hem gewoon af te maken. Marcel, je hebt het goed gedaan tot dusver. Make it happen. Hoppatee. Zodoende is de flank een beetje verdedigd. En kunnen we... Zowaar... Oh, dit is een mooie plek voor Nick, ja. Hij heeft een flank op iemand. Mag hopen een hoog percentage. Oh. Wacht, triggert hij nou nog meer vijanden? Onduidelijk. Oh, die zijn nu verplaatst waardoor we geen flank meer hebben. Lovely. In dat geval, hoe ver komt je granaat? Ver genoeg om... de cover kapot te maken... en één enemy. En hopelijk net aan niet deze civilians. Nick. Word geen mass murderer. Alsjeblieft. Kijk, daar doen we het voor. De cover is kapot. Dat zorgt ervoor dat we makkelijker een flank op deze gasten kunnen poelen. Outrider staat hier nog steeds als een baas. In. Met flanking shots. Daar ben ik eigenlijk wel voorstander van. Dat we gewoon zeggen, één schot hier. 100% critical. Klaar. Als het goed is, hebben we dan nog een schot met haar. En ze is nog steeds niet revealed. Lovely. Oh, dat was het alweer. Oké, dus ik dacht dat we daar nog een kans zouden krijgen om te bewegen. Die gaat schieten op Dragunova. Oh, die gaat schieten op een civilian. Minder slim. Wat gaat deze guy dan doen? Ook op een civilian? Maar dan mis. Oké, daar kan ik mee leven. Deze is voor Wester om op te ruimen. Ja, ze kunnen niet allemaal missen. Ze hebben stormtroepen training gehad, maar op een gegeven moment gaat het toch gewoon raak. Oké, dan tijd voor de resistance om gewoon in de aanval te gaan. Wat gaan we doen hier? Ik zie het niet door de boom. Oké, kill bijna deze guy helemaal achterin. Is inderdaad de meest logische keuze. Oh, er stond daar nog een resistance agent. Die dan wel weer gruwelijk mist op een afstand van 2 meter. Prima. Dit hele ding ontploft. En Dragunova is volgens mij... Dragunova staat in de fik. Ze is niet gezien, maar ze staat in de fik. Dit ding, hele ding kan instorten. Maar we hebben... Oh nee, hunker down is niet slim. Nou, hunker down zorgt er trouwens wel voor dat ze het vuur uitgooit. Maar ik denk eigenlijk dat we Marcel het beste daarvoor kunnen gebruiken. Om gewoon haar te healen. Maar Marcel kan tegelijkertijd wel deze fantastische flank maken. Wat hij gewoon moet doen. Omsingel deze guy. Nee, ze gaat gewoon hunkeren, denk ik. Als dit een critical is, Marcel, hè? Nee, oké, geen critical, maar alsnog flinke damage, dus dat is prima.
Zorg er in ieder geval voor dat deze guy niet ons kan naaien. We willen Nick niet door dit vuur heen sturen, maar hoezo is dit door het vuur heen? Dit zou een veilige cakewalk zijn. Waar zijn de vijanden precies? Oh, we hebben er daar nog eentje. Laten we die dan even opruimen met Wester. Rolling. Dit moet een easy kill zijn. Pak hem op de flank. 84% is goed genoeg. Wester, doe het. Zo. Oké, dus die flank is nu vrij, zou ik kunnen zeggen. Dan hebben we Nick nog. Die nou wel veiliger... Nee, kan niet veiliger hier gaan staan. Maar ik ben een beetje benieuwd wat zijn safe spot is. Ik denk oprecht dat dit wel fijn is. Staat hij niet in het vuur. En we kunnen hier voor een flank gaan. Oh god, nee, natuurlijk. Daar heb je ze al, de faceless. Een van de civilians kan vermomd zijn. Een vermomde faceless zijn. Spot een flanked enemy. Oh god, nee. Oh, we gaan hier soldaten op verliezen. En Dragonova is revealed. Misschien moet Dragonova echt gaan schieten en gewoon niet er zelf het vuur uitmaken. Het vuur kan ons volgens mij niet heel veel doen. Dus dit is 84%. Dit is 76%. Met kans op een crit. We ruimen de stunlancer op. Die is op het moment gevaarlijker. Goed zo, Nick. Die heeft nou ook zijn rang. Dat is goed. Dan zitten we een beetje met Dragonova. Ze kan ofwel het vuur uitmaken, of ze kan schoten gaan maken. Maar dit is een 100% schot. Ik denk dat dat slim is. De Faceless hield elke keer als hij aan de beurt is... Ik geloof 2 of 3 health. Dan weet ik eigenlijk niet of dit zo slim is. Maar ik ben... Ja, ik denk dat het... Ja. Laten we gewoon schoten lopen. 3 damage. Oké, het is iets. Deze guy fikt af. Deze gaat misschien voor het schot of voor de stun lance. Hij gaat voor missen. En daar ben ik helemaal oké mee. Dan gaan we helaas dit krijgen. Nick, alsjeblieft, buk. Want hij gaat lomp op je. Nee, huh? Hij beweegt 2 keer. Hij heeft zijn beurt verspeeld door heen en weer te lopen. Oké, het spel is vergevingsgezind vandaag. Het spel is helemaal vergevingsgezind omdat deze resistance agent gewoon die persoon in de rug pakt. Helemaal prima. En deze waarschijnlijk ook. Maak hem niet af. Oké, ze maken hem af. Ik had graag de XP gehad, maar sure. Oké, 3 burning is meer dan ik dacht. Marcel, het wordt tijd om... Ja, squadmate wounded. Panicked? Nee, niet panikeren. Ik moet jou juist hebben om te healen. Oh my god. Maar schiet dan op zijn minst raak als je dan toch panikeert. Oké, fijn. 5 damage, dat is goed. In dat geval moet Dragonova wel hunkeren, anders is de volgende pot neer. Dus wat we gaan doen is we gaan Dragonova even veilig brengen. Hierbovenop vertrouw ik niet. Dit hele ding kan instorten. Dragonova gaat naar een iets veiligere plek. En maakt het vuur uit. Dan moeten we straks maar wachten tot Marcel haar kan healen. In de tussentijd... Dit is no-granaat territorium. Want dan killen we ook civilians. En die hebben we echt hard nodig op het moment. Dus Wester gaat gewoon schieten. Als hij raak schiet, dan is hij neer. Dat zou fijn zijn, want dan heeft Nick nog een beurt. Wester, don't let me down. Netjes. Volgens mij hebben we bij deze al deze civilians gered. En dat was de missie! Nice! Ik ben tevreden. Oké, ik loog. Ik ben absoluut niet tevreden. Dit ging gigantisch slecht. We hebben veel te weinig civilians gered. Maar toch vindt XCOM dat dit een excellent missie was met maar 1 gewonde soldaat. Ik vind het prima, maar... Jezus, dat was niet fraai. Dit is niet mooi. Laten we hier even iets anders van maken. The Heroes of East Asia, Advent Will Fall. Misschien zo, maar dan net iets minder lelijk. Ik moet wel zeggen dat dit ziet er wel episch uit. Dragonova heeft echt de beste houding ooit. Marcel, Wester zien er goed uit. Nick is gewoon ergens anders naartoe aan het kijken. Prima. Tekst.
Laten we dit niet groen maken. Dat ziet er niet uit. Zo wit. Misschien een andere font. Advent will fall. Mooi. Gooi er nog een mooie Instagram overheen. Filtertje. Oh, noir. Is wel echt heel ruig. Bij deze. Advent will fall. En dat is onze missie. Korter dan ik had gedacht. Maar oprecht. Wat ging daar veel mis? Ik ben al lang blij dat niemand dood is. Want er zijn een aantal momenten geweest dat ik dacht, hier gaan we soldaten op verliezen. Maar nee. Dan kijken we even wie de promotie heeft. Ik hoop dat Wester zijn trauma heeft verwerkt. Ik hoop dat Nick een leuke rang heeft gekregen. Misschien Dragonova wel een rangetje omhoog? Nee, waarschijnlijk niet. Oh, Dragonova een rangetje omhoog. En Wester ook. Mooi. Oké, Wester in dit geval. Ik heb hem liever nog steeds als ranger met een katana. Want ik bedoel, hij is een Japanoloog. Dan krijg je dat. Maar we hebben grenadiers ook nodig. Dus we geven hem shredder. Waarmee hij door armor heen kan shredden. Kan heel handig zijn dat armor anders blijft bestaan. En kogels afweert. Kijken wat Nick is geworden. Nick is een specialist geworden. Die hebben we nou wel erg veel. Dus misschien wordt het ook tijd om Daan van de specialist af te halen. En Marcel mag op een gegeven moment ook psy-ops gaan worden. Maar tot die tijd is hij onze medic van dienst. Marcel heeft het goed gedaan. Hij is alleen wel poepmoe nu. En dan hebben we Dragonova die een rangetje omhoog is. We kunnen haar claymore meer damage geven. Of permanent zichtbare enemies als zij ze ziet. We kunnen altijd nog terugkomen voor deze dingetjes. Maar ik voel toch het meeste voor dikkere claymore. Als de claymore het goed doet en je weet hem goed te plaatsen, dan is dit echt een killer move. We hebben wat civilians, dus dat is prima. We hebben een scope, want die hebben we nog net uit de explosie kunnen redden. En wat lichamen, is prima. Nieuwe wetenschappen om te onderzoeken. Impressive effort, Commander. My expectations were high. En we krijgen iets meer supplies. En, oh, oké. Ik heb Marcel toch echt tot het einde gepusht. Hij is ontzettend moe en moet nu echt rusten. Anders komt hij nooit meer terug. Oké, we zitten even zonder medic. Dus dat gaat de komende afleveringen leuk worden. Ik ben zelf ook nog down. Voor de rest hebben we wat andere wounds her en der. Maar we gaan kijken hoe ver we verder komen. In een volgende aflevering. Ik bedank je in ieder geval voor het kijken van deze vijfde ex-konderdag alweer. Laat me weten of je ook in het team wil. Laat me weten wat je vond van deze plays. Ja, het was enorm slecht, I know. Maar goed, als je feedback hebt of backseat gaming, het mag allemaal in de comments. Dat was het voor deze week. Tom out, tot de volgende ex-konderdag.